Hallo mensen op Banjo Town, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Naast me is natuurlijk Bardo van Banjo Movies. Yes. Zou je er misschien wel kunnen kennen. En welkom bij een nieuwe video op Banjo Town. Woe! In de Banjo Studio. En even. Luister, heb je oortjes in? Heb je speaker? Luister. Dat geluid. Het geluid is in één keer mooi. Huh? Het is niet meer die baggermicrofoon die hier op stond. Zoals heel veel mensen weten hebben. Kijk, de muziek hier overheen. Ja, er is geen ruis. We kennen alles. Wow, ja, zoals heel veel mensen weten, wij werken bij Banjo Town met wekelijkse opnamesessie. Ja. En de vorige opnamesessie met de microfoon was gefaald. Dus dit is poging 2. Hopelijk werkt het deze keer wel. Peace. En ik zie wat wij hier hebben, wat ik hier voor mijn neus heb. Dit is een update video. Oké, ja. En wat is dit, Rick? Wat heb ik hier vast? Dit is een papier. Dat moet je horen. Hoor je die knal? Heel papier. Heel veel papier. Dit is het boekwerk wat wij hebben gekregen van jullie. Echt waar? Ja, ik heb de afgelopen week een video gemaakt waarin ik vroeg om eigenlijk... de fanarts en de fanfiction. Echt? Ja. We kunnen even kijken, want ik heb hier bijvoorbeeld de fanart. Pak er nu blind een. Oh, die... ik zou hem direct kapot. Oh, deze is heel erg ongelukkig. Wat was die dag? Ja. Ja, deze? Oké. Dat afvallen is iets uit de hand gelopen. God. Ja, een knappe man. Ja, die plakken de plaatje er ook wel overheen, no worries. Oh, die heb je allemaal bewaard, handig. Linkje erboven. Ja, linkje erboven. Deze is afgekomen van Egbert Jan. Egbert Jan ook, die heeft mij gefotoshopt als knappe man. Als knappe man. Egbert Jan, ja, dankjewel Egbert Jan. Dankjewel hoor. Zoals je kan zien, wij hebben echt gigantisch veel zooi van jullie ontvangen, maar wij maken heel veel video's. En voor de Banjo schema, het upload schema, is even handig om door te nemen met jullie. Want ik heb hier een aantekening ergens gemaakt. Ergens tussen al deze papieren. Oh jee, zie je de aantekening? Oh nee, ik snap er weinig van. Is dit hem? Ja. Geen Banjopia voor 1 week. Wat erg. Oh. Nou Rick, waarom is er geen Banjopia voor 1 week? Weet ik veel, ik weet het ook net pas. Iedereen wil geen Banjopia voor 1 week. Waarom dan? Hoe kan dat? Goed dat je het vraagt. Ik heb net zoveel vragen als jullie kijken. Wat is dat Banjopia? Kijk, Banjopia, ik heb het nu 2 keer ging het al fout. En ik wil even voorkomen dat het nu een 3e keer fout gaat. Daarom is het deze week geen Banjopia. Maar deze week beginnen wij gewoon met de Banjo Studio. Elke dag om 12 uur, van maandag tot en met vrijdag, een Banjo Studio item op Banjo Town. Even applaus. Ik ben gelukkig. Echt waar. En dan zeg maar niet vanaf morgen, maar vanaf volgende week maandag. Dan begint... Banjopia weer. Ja, dan gaan we weer verder lopen. Dan kan ik even 20 afleveringen of 500 of miljoenen afleveringen. Ik ga niet zeggen... Als je niet doodgaat. Ja, wie weet ga ik nog in 1 aflevering dood. Mensen een week wachten, yes, het is er weer pof dood. Ah, helemaal kut. En het leuke is, wij gaan de aankomende week nummers vertalen. Ik heb hier een lijstje gemaakt. Met allemaal dingen die we kunnen doen. Fanart, fanfictie, fanmail, vertalingen, tijdschriften, magazines, kranten. Je gaat wel heel gek. Ik neem het door. Fanart, dus jullie werk gaan we bespreken. Fanfictie, jullie verhalen gaan we bespreken. Fanmail, jullie mail gaan we bespreken. Vertalingen, dat zijn vertalingen van nummers. Ik heb hier bijvoorbeeld Wrecking Ball van Miley Cyrus. Sloopkogeltje. Ja, de sloopkogel, die komt ook binnenkort online. We gaan tijdschriften, magazines en kranten bespreken. Wat is het verschil tussen tijdschriften en magazines? Je hebt tijdschriften, dat zijn, god ze zeggen het, kijk volgens mij is zo'n magazine die komt wekelijks uit. Ja, dat is een weekblad dus eigenlijk. Ja, en een tijdschrift is meer maandelijks. Maandelijks, oké. Eigenlijk ongeveer hetzelfde. Eigenlijk wel, ja, een magazine is meer hitkrant en zo. Ja, tijdschriften is meer Linda. Ja, precies. Dus ja, daar hebben we kranten, vragenkaartjes, reviews, onderwerpen, We hebben onderwerpen! We hebben onderwerpen! Wow! Shit, we gaan ergens over praten! Gaan we helemaal! Dit wordt belachelijk vanuit bij de studio. Dus jongens, dit wil je niet missen. Van maandag tot en met vrijdag, elke dag om 12 uur, een video uit Banjo Studio. En er wordt lachen, hopelijk. Of hij er met de pet op. Wij kunnen er met de pet op. En we hebben niet eens een pet op, dus ik heb al een pet in de tas. Ah, zo meteen na deze aflevering kan je het pakken en dan kan je even huilen in een hoekje. Ah, chill. Lekker huilen met de pet op. Dus jongens, morgen zien we jullie heel graag. Beginnen wij aan deze stapel. Jullie. Jij gaat morgen kijken. En je blijft bij je computer zitten. Jij blijft kijken tot die af is. Als geen eten. Als je die video weggeeft. Zonder eten naar bed. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog. En tot morgen 12 uur. Doei doei.